Hoi, wat leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Nou, deel 7 van de Cozy Woondeken 2.0 is uit van haakplein.com. En we gaan weer een heel leuk lapje haken in 2 verschillende varianten. 5 lapjes deze keer. En even kijken of ik een foto van de lapjes kan laten zien. Ja, hier zie je de lapjes. Met leuke noppen erop. Nou, ik ga er weer lekker mee aan de slag. En het is de laatste week van de lapjes. Dus volgende week gaan we hem in elkaar zetten. Ja, daar kijk ik best wel weer naar uit. Het is nu woensdag, eerste kerstdag. En ik heb het eerste lapje klaar. Het is niet zo snel gegaan, maar dat komt ook omdat ik heel graag mijn Rosetta-kal af wilde hebben. Nou, die is nu helemaal af, dus ik kan me helemaal concentreren op deze kal. Nou, het zijn al heel veel lapjes zoals je ziet. Het aantal bolletjes wordt al steeds minder. Die zijn bijna op. Nog 4 lapjes te gaan en vrijdag, dus overmorgen, komt het volgende deel. Nou ja, nu ik niet meer aan mijn Rosetta-kal hoef te werken, verwacht ik dat het geen probleem moet zijn om ze vrijdag alle 5 af te hebben. Ik vind dit zo'n leuke steek. Ik kende hem zelf nog niet op deze manier, de popcorn maken. Maar als je het lapje nu ziet, dan denk je, dit komt nooit meer goed. En het grappige is, als je dan bezig bent, dan komt het wel goed. Deze manier van popcorns maken kende ik nog niet. En ik vind ze eigenlijk ook wel heel erg mooi. Dus ik ga ze zeker onthouden. En ik ga lekker verder met dit witte lapje te haken. De eerste 3 zijn af. Nou, dat was het eerste deel van het patroon. En ik ga nu naar het tweede deel van het patroon. En daar gaan de nopjes gaan verspringen. Kijk, hier zie je het verschil. De witte zijn degene die ik nu heb gemaakt. En de gekleurde zijn degene die ik nog ga maken. Nou, daar ga ik nu lekker mee aan de slag. De lapjes zijn af. In de auto heb ik lekker een stuk kunnen haken en nu net de rest. En de laatste lapjes zijn ook af. Dus ik ga nu starten met alle draden wegwerken. Nou ja, het is een echte flinke stapel lapjes geworden. Ja, dat zie je hier. Een bak vol. En alle lapjes hebben minstens 2 draadjes, sommige zelfs meer. Omdat er dan een bolletje op was, dus ik heb aardig wat te doen. Morgenochtend komt het volgende, volgende deel. Als het goed is het deel waarin we de lapjes in elkaar gaan zetten. Dus dan is het fijn als de draadjes afgehecht zijn. Dus daar ga ik nu alvast mee starten. Nou, alle lapjes zijn afgehecht. Een flinke stapel. Olaf die vond het leuk om in de bak te gaan zitten. En ik heb heel veel draadjes, een bekertje vol. Nou, ik kijk uit naar morgen, naar het laatste deel van deze kal. Ik vond hem heel leuk om te maken en ik heb meer kunnen doen als dat ik van tevoren had gedacht. Want ik had niet verwacht dat ik deze week ook alle draadjes zou wegwerken. Nou ja, des te meer ik lekker morgen aan de slag kan gaan met het in elkaar zetten van de deken. En daar heb ik nu al wel zin in. Dus ik kan niet wachten op het patroon van morgen. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. En wie weet, tot de volgende keer.